Dit is mijn bijzondere plek. Hier zwom en schaats ik. Later met mijn kinderen. En nu met mijn kleinkinderen. Het was altijd heel spannend om onder die brug door te gaan. Wat is dit toch een prachtige plek. Ons huis stond in een steeg die uitkwam tussen panden die op een weg midden in het centrum stonden. Met zijn witte gevel trok het net genoeg aandacht tussen deze twee bekende grijze gebouwen die het karakter van de binnenstad zo typeerden. Tussen die grote gebouwen stond ons huis als een bescheiden meisje altijd in een verlegen houding. Maar dat maakte het juist zo bijzonder. Het was niet meer dan 3 meter breed en 15 meter lang. Het mooiste op deze weg was de visbrug. Hier ging ik af en toe de eendjes voeren, die met hun hangende kop altijd naar voedsel zochten in het water. Vanaf deze brug zag je het oorspronkelijke in gotische stijl opgedrukte stadhuis, waar elke vrijdag een koets voorbij trok. Nadat ze elkaar eeuwig trouw hadden beloofd, zag ik het blije kop altijd over deze brug rijden. Thank you.
Nee, dat mag niet.